Ja, dan gaan we eerst even. En we vragen of zij vinden dat die scholen moeten sluiten. Even over naaktheid en preutsheid. Wat er ook is veranderd, is bijvoorbeeld ook homogeweld. Weet je, dat vind ik ook wel een dingetje. Want homogeweld. Maar Yassim, ook weer homogeweld. De SGP heeft een pamflet. Hoe heet dat pamflet ook alweer? Ja, die roepen dat tot op. Ja, hoe heet dat pamflet ook alweer, Arthur? Die Amerikaanse naam? Ja, van die. Oh, van die conferentie. Dat gaat in Amerika, ja. Ja, dus toen de SGP ondertekend. Wat gewoon homohaat is. Wat is gewoon homohaat, Yassim, door de SGP? We worden hier ook op die manier gevoerd. Ja, dus kijk, en luister, Yassim en Arthur, ik moet jullie wat zeggen. Wat ik jammer vind, ook bij jullie, Arthur, als zeer intelligente man. Het is nooit die jongens van Marokkaanse afkomst van 14 of 15 jaar. Het heeft niets te maken met islam of etniciteit. Het heeft te maken met sociale onderklasse. Vroeger was de sociale onderklasse, waren die jongens die uit Oost naar Rotterdam kwamen of uit Arnhem en Amsterdam-Oost. Die mepten ook tegen mensen aan, die zakken rolden ook. En die werden ook als gaaiers weggezet. Waarom? Omdat de economische onderklasse, de sociale onderklasse, altijd de pineut is. En de enige manier waar wij kunnen praten, wij hebben de woorden. Die jongens kunnen alleen maar met hun handen. En die lust niet hoor, Prem. En die...